nooit. Nee, wow, eerst hadden we... Oh, hallo! Oh, dit is mijn moeder en we hebben al zijn video opgenomen samen. Voor deze video dacht ik, we gaan even weer iets anders doen. Namelijk, mijn moeder gaat outfits voor mij uitkiezen. Uit gewoon onze kledingkast. De kledingkast van mijn zus en mij. Dus je moet wel even kijken wat van mij is en wat van mijn zus. Wat van je zus is en van jou? Dat kan ik niet, dat weet ik niet. Dus let's go to the room. Gaan we niet? Ja, we gaan wel, maar ja, hè. Nou, ik mag zoeken. Iets wat ik graag wilde kiezen voor haar, kunnen we niet vinden, want ze heeft gescheiden ouders. Dan ligt het weer ergens anders. Maar goed, ik heb iets anders ook gezien. En ik ben van de Ton Sui Ton, vind ik leuk. Ze gaan ze echt helemaal uit hun dak. Ton Sui Ton, mijn moeder, Ton Sui Ton. Ik vind dat leuk. Kijk, een roze broek. Ga je zien, ik met de belichting roze. Zie, roze. Ik weet voor god niet van wie dit is, maar ik vind dit leuk. Sorry, Ro, als het van jou is. Sorry. Maar wacht, mam. Oh. Kijk, je hebt die broek. Ja? En je hebt deze trui. Oh, dat was beter, bedoel je? En dat is mijn trui. Oh, nou, dan doen we gewoon de eigen trui. Sorry, Ro. Fijn dat ik mag kiezen. Ja, dat is wel heel makkelijk dan. Dus één setje is klaar. Dit is zeker om naar je werk aan te doen. En dan zo'n lekkere trui erop. En dan Ton Sui Ton. En dat vind ik mooi. Ik heb zelfs schoenen die Ton Sui Ton zijn met deze outfit. Niet! Dit vind ik leuk. Ton Sui Ton. We gaan een beetje naar rechts. Kijk, dan naar beneden zo. Nou is er nog zo'n leuke roze broek, maar dan met wijde pijpen. Die hadden we wellicht uitgekozen, maar die is niet hier. We hebben de sokken van de Happy Socks. Ja? Nee, Monkey. Oh, Monkey Socks. Dit vind ik leuk. Nou, ik vind het ook echt super leuk staan. Het staat er gewoon prachtig. Kijk, lampenkapje nog even erbij. Mal. Wat vind jij ervan, Lois? Ik vind hem leuk. Ik had inderdaad ook die flared jeans erbij gedaan in plaats van deze, want dit zit heel erg strak. Maar voor de rest... Oh, dat hebben we net gemist, dus goed. Oh. En ik denk dat ik dan toch misschien wel een ander paar schoenen zou doen. Omdat... Ik zou dit nooit zo zelf dragen, zo met die schoenen. Ik heb altijd dan laarzen aan. Wat stom, weer mijn leuke laarzen. Ja, pauze. Hebben we pauze knop, Lois? Nee, je moet op gewoon uit. Uit. Je gaat uit, ik pauw mijn laarzen. Gelukkig hebben we het een beetje opgeruimd. Maar we hebben gewoon een heel klein huis. Dus dan moet je gewoon een beetje slim zijn. Ja, deze, Lois, leuk! Dat zou ik denk ik bijdragen. En dan moet je die sokken niet zo doen. Dan moet je die sokken een beetje er zo in proppen. Nee, verder nog. Mam, je wilt mijn sokken gewoon verbergen. Nee, dat gaat niet. Nou wel, het is mijn outfit. Kijk, en dan misschien dat je als je beneden denk je niet, maar er zit toch roze in. En dan boven is ook weer... Hoezo zit hier roze in, mama? Ja, er zit roze in dat leer. Ja, ik vind dit leuk. Ja, helemaal mijn ding. Ja, super, super vrouwelijk, Lois. Kan je gerust aandoen. Wat ik ook leuk vind is, zoals dit, ja, dat is mijn stijl, hè? Ja, maar dat is juist, je mag jou, wat jij leuk vindt, moet je voor mij doen. Dus dan moet ik op zoek in deze stellages, in deze winkel, naar op zoek. Kijk, dit is leuk, dit broekje. Nee, moet je opletten. Oké, hij gaat nu slijten, maar dat is niet erg, want dit is echt vanaf haar... Vierde? Echt? Vijfde? Zesde? Nee. Oh. Nou, ze is nu 19. Echt, sportbroekje van lage school. Ken ze nog aan, nou? Hey, dit is een rokje. Broekje rok, volgens mij. Een soort broekrokje is het. Oh ja, dat is leuk. Want dat zou ik ook zelf aandoen toen ik jong was. Want dan heb je toch heel kort. Maar als dan de wind eronder gaat, dan ben je veilig. Nou, moeten we hier iets bij zoeken. Nou weet ik dat het gek is van dit shirt. Maar ik vind dit... Dit is echt vreselijk. Gewoon een mannenshirt, recht toe, recht aan, geen enkele taille, dus dat doen we niet. Nee, maar mam, ik draag dat shirt met een high-waist mom jeans en dan tak ik het in die mom jeans, zodat je mijn taille ziet. Hoor. Oh ja, oude mensen kunnen niet meer intaggen. Just do it. Kijk nou, mama is zo fashionable. Huh? Just do it. I'll do it. Ik hou van die broek, wijd shirt in broek look. Mam, oh my god. Mam heeft me zo gebashed nu. Oh. Geel kort rokje, past goed bij de nagels. En dan dit blouseje erop. En dan moeten we dit even kijken. Dan zwarte kousen eronder. Okay. En dan heel stoer nog een jack erop. Beetje een zomers tussen outfit. Nee? Ja. Ja. Om lekker naar school of naar je werk aan te doen. Werk weet hij niet. Ligt een beetje aan. Misschien wel iets sexy, mam. Sexy? Sexy. Nee joh. Ja, hij draait hoor. Nou, jongen, ik weet niet wat ik heb uitgezocht voor mijn dochter. Het is ietsje
ietsje kort. Ik zei het al, dat was een sexy outfit. Ja, dat is inderdaad een sexy outfit, maar echt super leuk. Op de camera zie je nu niet de kousen. Ga ik even kijken of ik dat kan. Ah, een beetje inzoomen. Daar komen ze aan. Ze heeft zwarte kousen aan met een panty eroverheen. Nou, hij is echt super leuk. Ik vind het leuk. En de schoenen passen er goed bij. En dat rood komt ook weer terug. Kijk, heel kort, lekker soort rokje. Maar er zit ook een broekje onder, dus dat is wel veilig. Toch? Ja, zie? Hartstikke super veilig. En dan een heel leuk frivol Hawaiiaans herfstachtig blouseje. Kijk, en dat rood zit ook weer in je jasje. Ja, dat heb ik nou, dat is heel toevallig per ongeluk. En dan de haar in de knoedel. En dan straks lekker een rode lipstip op. En dan mag je ze niet meer naar buiten. Wat vind je er zelf van? Ik vind hem heel leuk bij deze. Alleen ik vind dit wel heel spannend hoor. Heel leuk. Ik vind dit, vooral het bovenste vind ik heel leuk. Of, maar het is blauw. Is het grijs? Dat is grijs. Echt? Mam, dat is grijs. Oké. Okay. Ja, die zocht je eigenlijk net eerst. Om 54ste heb ik dit nog steeds aan. Dat kan mij het ook schelen. Oh, wat is dit voor een leuk shirtje. Oh, wat een schattig shirtje. Kijk nou. Ik kan er niet meer in, denk ik. Kijk, die witte stip op dat blauwe ding, dat is een vest. Maar... ja, maar dat is blauw. Ja, sorry. Zo doen we dat. Snel weer doen. Ik vind bij Lois ook wel turtleneck leuk staan. Dus er zit een shirtje om. Dit is ook korte mouwen. Ik doe net zo makkelijk lange mouwen aan. Zo'n fluffy vestje. Ligt er een beetje aan wat voor tijd van het jaar. Of als het echt koud is. En het staat er ook heel leuk. Dus echt mooie kleuren voor Lois. Ja, dankjewel. Ja. Oh, deze. Ja. Ik heb een keer geshopt. Ik zeg, oh, ik heb hem geshopt. En die meiden helemaal blij. Oh, jij hebt je geshopt, mam? Ja, ik heb geshopt. Kijk, leuke trui. Huh? Die ken ik. Ik zeg, ja, ik heb geshopt in jullie kamer. Maar ik mocht hem ook weer inleveren. Ja, maar dat was... mama die zegt dan van, oh ja, leuk geshopt in een leuke winkel in de buurt. En dan denk ik, oh leuk, oké, in de winkel. En dan is het in mijn kamer. En dan vraagt ze niet gewoon... Nou, dit is outfit 3. Zwart als basis en dan zo'n flubber shirtje. Nou, dit is flubber shirtje. Ja, dat is zo'n flubber shirtje. Nou, wacht, ik moet je wel goed even laten zien. Oh, ik kan je ook uitzoomen. En een beetje sexy, want het is een kort shirtje. Wat vind je ervan? Ik vind hem leuk. Ja, ik denk dat dit een outfit is waar ik niks aan zou aanpassen. Nou, het staat je ook goed. En dan hadden we nog een winterversie. Oh ja. Oh ja. Zie je nu wat aankleden? We doen een shot van de hond. Het is helemaal fijn dat we allemaal thuis zijn, hè, jongen. Lekker ontspannen. Kijk, dat staat leuk met de kroet. Nou, ja, ik vind dit echt helemaal leuk. Ik vind hem ook heel leuk. Ik hou ervan. En dan je haren opgestoken, dan is dat leuker bij de turtleneck. Ja, vind je? Ja. Leuker dan los? Weet ik niet, moet je het even doen. Nee, maar nu zit hij perfect. Ja. Oh, wacht, moet je er wel goed in staan. Nou, dat was een leuk. Ik kan hem ook nog half doen. Zo. Nee, dat is niet waar. Dat was hem weer, ja. Ja, en de subscribers en de duimpje omhoog. Wacht, man, niet zo snel. Ik ben snel. Jongens, dit was de video met mama. En ik vind dat mama een hele leuke outfit heeft uitgekozen. Dus laat in de comments weten wat jullie ervan vonden. En of we ook een zomereditie moeten maken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En nog leuk alle dingen te kijken. Bye! Bye. Bye.